Dinsdagavond heeft de traumahelikopter van Amsterdam een voorzorgslanding moeten maken vanwege weersomstandigheden. Omstreeks 9 uur kwam het mobiel medisch team van een melding in Marken toen de piloot van de lijflijnen geen hand voor ogen zag door laaghangende bewolking. Hoewel de helikopter nog eens vijf minuten van de landingstandplaats van het vuurmedisch centrum verwijderd was, moest de piloot de beslissing maken om langs de A10 bij afrit Volendam te landen. Van 9 uur tot kwart over 1 stond de traumahelikopter helikopter vast aan de grond. Ter plaatse werd een reparatie gedaan door monteurs. Dit stond niet in verband met de voorzorgslanding, maar was simpelweg nodig volgens het onderhoudsschema. Om kwart over 1 kon de Heli de terugreis naar het vuur afmaken.